Nou, trouwboekje, dat refereert inderdaad wel aan van een huwelijk of zo. Dat vonden we gelijk ook wel grappig. Maar het is meer dan trouwboekje, het is trouw, een boekje over het leven. En daarmee laten we ook zien, het gaat niet alleen over, of het gaat eigenlijk helemaal niet over een getrouwd leven, maar het gaat over trouw in je leven. Dat is dus niet alleen als je getrouwd bent, maar dat is ja, ook als je een vriendengroep hebt. Dat is ook als je verkering hebt. Dat is ook als je in een gemeente zit. Daar hoor je ook trouw te zijn. En we vonden het wel leuk om het oudbollige, ouderwetse trouwboekje zeg maar, als basis te nemen. Maar dat wel op te fleuren zeg maar, tot iets wat helemaal van deze tijd is. Omdat we daarmee ook willen laten zien, trouw is niet ouderwets, trouw is niet oudbollig. Trouw is gewoon helemaal hip en van deze tijd. Ook, het zou ook mooi zijn als je als vrienden gewoon ook onderling met het boekje zelf aan de slag kunnen. Dus daarom hebben we aan het achterin het boekje allerlei ideeën opgeschreven om met het boekje ook echt wat te doen. Om trouw ook concreet te maken. Een voorbeeld is daarvan puzzelen naar trouw, op zoek naar trouw. Het is soms best een zoektocht om trouw te zijn en te blijven. Zoek zoveel mogelijk woorden in de puzzel die te maken hebben met trouw. En welke drie woorden spreken jou dan het meest aan of vind je het meest spannend? Dus met je vrienden kan je dan een wedstrijdje doen wie binnen 5 minuten zoveel mogelijk woorden vindt. En dan kan je met elkaar over praten wat je van die woorden vindt en hoe ze dan te maken hebben met trouw. Ik zie je bijvoorbeeld uithuilen. Even kijken. Sterk. Ja, dat past ook mooi bij trouw, sterk. De relatie is sterk genoeg, ook als het wat minder gaat. Dan blijf je toch bij elkaar of blijf je toch ergens bij. Het begon eigenlijk allemaal met het jaarthema van de HGB, alles op zijn plek. Waarbij we jongeren wilden leren om trouw te zijn op hun plek in de gemeente die je van God gekregen hebt. Dus ook trouw te zijn aan de mensen die je in de gemeente hebt gekregen van God. Nou, toen hebben we een aantal, ruim 150 jongeren gevraagd van, hey, hoe trouw ben jij eigenlijk? Ze hebben een hoe trouw ben jij test gedaan. En opvallend aan die test was wel dat trouw aan kerk zijn en aan gemeente zijn laag scoorde. En bij jongens was ook opvallend dat trouw zijn aan een bepaalde club of artiest hoger scoorde dan trouw zijn aan een partner. Dus uit die test kwam zoiets van, trouw is wel belangrijk, maar zelfsprekend is het niet. En toen dachten we, daar gaan we eens verder over nadenken. Het zou mooi zijn als we daar een mooi product bij kunnen maken. Dit boekje is niet een heel uitgebreid leerboek van hoe kun je nou trouw zijn. Het is puur ook om ze aan het denken te zetten van, hoe zit dat bij jou? Ben jij nou trouw in bepaalde situaties? En het is dus geen handleiding van, hier heb je de oplossing om trouw te zijn. Maar het is meer een boekje wat je tot denken aanzet van, in een bepaalde situatie ben jij trouw? En zo niet, geven we ook wel ideeën om dieper met elkaar erover te praten van, wat betekent trouw voor jou? En hoe zou je nou trouw kunnen zijn? Dus daar kan je wel verder over doorpraten, maar echt oplossingen van zo ben je trouw, dat staat er niet in. Je ziet gewoon wel in hoe ze de test invullen, dat het allemaal niet meer heel vanzelfsprekend is. Dat er ook best wel een groep jongeren is die denkt van, als ik het even niet meer leuk vind, dan kies ik gewoon voor wat anders. En dat is natuurlijk bij trouw, is dat niet zo. Juist ook als het even niet meer leuk is, dan is het goed om toch te blijven waar je zit of je verbonden te houden met een persoon met wie je wat hebt of zo. Dat je niet zegt van, ik vind het met jou even niet meer leuk, ik wissel je in voor een ander.